Daher le mal ich kenne über Blutband von Peter Asp Hatten. Peter Asp ist ein Vlaamse Schreiber. Sein echter Name ist Pierre Aspeslar. Er ist ob 3 April 1953 in Brügge geboren. Asp trug nach seinen Mittelbarstudien nach Gent, um er Politik und soziale Wissenschaften zu studieren. Das hielt er noch ein Jahr voll. Danach wirkte er unter anderem als Verkäufer, Fotograf und so fort. Asp ist Wohltätsautor seit 1996. Er schreef Misdaadverhalen met als hoofdpersonen adjunct-commissaris Piet van Een en substituut Hannelore Martens. Zijn eerste boek dat hij geschreven heeft was Het Weerkan van de Wraak in 1995. Hij heeft veel succes na zijn eerste boek. Zijn andere populaire boek die hij geschreven heeft is De Midasmoorden. En dit jaar, 2015, is er een nieuw boek verschenen, De Doos. Bloedband werd uitgegeven bij Manto in 1998. Angel Manto is de uitvinder van de uitgeverij. Ze publiceren spannend en ontspannend fictie, actueel en boeiend non-fictie, boeken die voor culinaire hoogtepunten zorgen en boeken die kinderen en jongeren urenlang in de ban houden. Er zijn in totaal 10 hoofdstukken. De kleuren van de voorpagina zijn donker. Op de voorpagina is er de titel van het boek in het rood, de naam van de auteur en een illustratie van een cassette met een bloedvlek. Het begin van het boek gaat over twee cameramannen van 25 jaar oud die in Malta een reportage maken over de bezienswaardigheden daar. Op weg terug naar het hotel zien de twee personen op een strand. Op het eerste gezicht was er niks aan de hand, maar snel veranderde dat toen ze twee schoten hoorden. Ze gingen snel naar het strand en ontmoeten Senada en Radoslav. Senada vertelt dat Radoslav een moordenaar is. De hoofdpersonages zijn Jonas en Melchior. Ze zijn allebei cameramannen en 25 jaar oud. Het einde gaat over dat er een schietpartij was. Ilias en Radoslav worden gearresteerd en later werd bekend dat Melchior aan Ilias een nepband had gegeven. Ik ga nu een uittreksel lezen. Ze was een hinderlijk getuig en obstakel dat opgeruimd moest worden. Daarom had hij er geen toegestemd haar op deze verlaten plek te ontmoeten. Hij was naar hier gekomen om haar te vermoorden. Als hij dood was, zou niemand nog achter het bestaan van de videoband komen. Dit boek vind ik geschikt voor 12 of 13-jarigen, want ik vind dit een echte aanrader. Het gaat hun zeker veel plezier doen. Ik heb dit boek gekozen omdat ik van misdaadromans hou. Er zijn veel onzekerheden, dus daarom wil ik altijd het einde kennen. Peter Asp was ook de eerste Vlaams auteur die ik kende. Het boek was moeilijk te begrijpen voor mij, want er waren veel moeilijke woorden die ik niet kende. Ik verwacht eigenlijk niet zoveel van dit boek. Maar toen ik aan het lezen was, werd ik in de greep genomen van dit boek. Het boek vond ik leerzaam en origineel geschreven over de avonturen van Jonas en Melchior.